Hey, dit is het filmpje over de oefentoets 1D die op magister staat voor elektriciteit zonder formules. En wat je ziet zijn dat er een aantal soorten vragen zijn. Er zijn ABCD vragen waarbij ik steeds vraag, is het een serie of parallelschakeling? Bereken de vervangingsweerstand, bereken de stroomsterkte die de bron levert, beweeg het vermogen dat de bron levert. En die heb je voor schakelingen zoals deze, waarbij de stroomkring eerst door één weerstand gaat en daarna door de andere. En je hebt het voor deze, waar de stroomkring splitst en de twee mogelijkheden zijn of via deze van de plus naar de min of via deze. Dan heb je een vraag 4, 5, 6, zijn wat meer puzzelvragen. Sorry, 5, 6, 7, waarbij ik dingen vraag over wat om die twee weerstanden te vergelijken. Die vragen worden in de echte toets, zoals die dit jaar, 2014-15, worden gegeven. Worden dat bonusvragen voor de mensen die het extra goed snappen. En daar zal ik verder in deze uitleg dan ook niet echt op ingaan. Ik heb een langere versie van het filmpje. Misschien dat ik die ook beschikbaar maak. Zien we nog wel. En dan hebben we zeg maar nog vraag 8. Waarin je aan de kleurtjes van banden op weerstanden moet kunnen zien welke waarde die hebben. Dus het gaat eigenlijk, wat ik nu ga doen om het uit te leggen, is vraag 1, 2 en 8 laten zien. Dat deed ik een beetje, ook een kortere versie van een filmpje voor jullie. Goed, vraag 1. Je hebt een schakeling en er staan twee weerstanden achter elkaar, zeg maar. Wat je nu ziet, 2 ohm, 3 ohm en 10 volt. Die geef ik steeds, die getallen. Weerstandswaarde van weerstand 1, weerstand 2 en de spanning van de bron. Het eerste wat je moet zeggen, is dit een serie of parallelschakeling? Nou, dat herken je als volgt. Als het een serieschakeling is, is er maar één weg van de plus naar de min. En als het een parallelschakeling is, zijn er meerdere wegen en zie je ook splitsingen. Nou, hier zie ik geen splitsingen. Ik zie maar één weg. Ik heb twee weerstanden. Ik moet eerst door de ene, dan door de andere. Dat is een serieschakeling. De serie. Vraag B is de cruciale vraag. Bij vraag B moet je eerst even denken, is dit een serie of parallelschakeling? En als het een serieschakeling is, is het heel makkelijk. Tel je gewoon die twee weerstanden op. Wat je berekent is de vervangingsweerstand. Dat betekent eigenlijk de weerstand van deze twee samen. Dus deze twee samen is gewoon opgeteld 2 plus 3, 5 ohm. En vanaf dat moment, bij dit soort vragen, heb ik er niets meer mee te maken met dat het eerst 2 en 3 was. Voor alle praktische toepassingen kun je nu gewoon bedenken, dit is 5. Gaan we naar vraag C, de stroomsterkte berekenen. Nou, heb je geleerd tijdens verzameld werkopdrachten, opdracht 2 of 3 dacht ik, als je deze stroomsterkte die je doorheen wil weten, dan doe je 10 gedeeld door 5. En dan krijg je de stroomsterkte, 2 ampère, dus 2 per seconde komen hier 2 ladingen doorheen. En dan heb je D. En D is 10, even kijken, die 10 volt weer. Dat is namelijk hoeveel energie levert elke lading. Keer elke seconde 2 ladingen. Dat betekent dat er in totaal 20 joule, want dit is joule per lading, keer het aantal ladingen. 20 joule in elke seconde langskomt en dat noem je vermogen 20 watt. Kijk, dat is vraag 1. Gaan we naar vraag 2. Vraag 2 is, dat zal niet heel verrassend zijn, dat het een andere variant is. Zelfde vragen, maar nu is het een parallelschakeling. 25 ohm, 20 ohm en 100 volt. En wat ik nu zie bij A is, dit moet wel parallel zijn. Want ik zie meteen al sowieso splitsingen, hè? Hier. Dus dat doet al heel erg aan als een parallelschakeling. En inderdaad zie ik ook 2 wegen van plus naar min. 1. 2 wegen van plus naar min. Goed. Bij een parallelschakeling kun je niet gewoon maar optillen. Wat je doet is je maakt van die 25 en die 20. Wat ik ga doen, ik kan dus niet gewoon zeggen plus. Nee, wat ik doe is ik doe 1 25ste en 1 20ste en die tel ik op. Dus dit kan niet, je kan ze niet gewoon optellen.
Dus ik neem in plaats daarvan neem ik die breuk. Het is een beetje onhandig om dat zo op te schrijven. 1/25 plus 1/20. En dat hebben jullie allemaal op de basisschool gehad hoe je dat moet doen. En je kan het ook op je rekenmachine doen. In de langere versie van het filmpje leg ik verschillende manieren uit om het te doen. Maar in deze versie geef ik je gewoon het antwoord. Dit is als antwoord 900ste. En je eindantwoord, want nu heb je nog niet berekend hoe moeilijk het is. Je hebt nog niet de vervangingsweerstand bepaald. Die is niet 9 gedeeld door 100. Nee, die is 100 gedeeld door 9. Dus 100 gedeeld door 9 is 11,1 ohm. Hup. Dus vanaf dit moment kan dit net zo goed 11,1 zijn. En daarmee verandert dus ook, is er geen verschil meer tussen hoe je vraag 1 en hoe je vraag 2 doet vanaf dit moment. Dus voor C is het gewoon weer spanning 100 gedeeld door weerstand 11,1. En dan krijg ik als antwoord 9 ampere. Dat is de stroom die er doorheen gaat. En voor D, elke seconde komen er 9 langs. Dus 9 keer 100 of 100 keer 9 is hetzelfde. 900 watt. Dus zo doe je de tweede vraag. Goed. Dat op die manier. Blijft er dan over? Vraag 8 zou ik nog even doen. Vraag 3 is gewoon net zo'n soort vraag als vraag 2 was, met andere getallen, maar je doet het op dezelfde manier. Vraag 4 is net zo'n soort vraag als vraag 1 was, dus dat doe je ook op dezelfde manier. Vraag 5, 6 en 7 zijn dus, als die voorkomen in de echte toets, dan gaan we die behandelen als bonusvragen. Omdat we dit jaar gewoon wat kort tijd hadden. Als je het vak kiest, komt het helemaal goed hoor. Dan behandelen we het volgend jaar allemaal nog op de manier dat je het helemaal doorkrijgt. Maar nu hebben we daar even geen tijd voor. Dus het is wel een leuk puzzeltje. Dus als je er een beetje goed in bent, je hebt het gevoel, ik snap het, ga ze vooral proberen. Maar nu concentreer ik me op vraag 8. En voor vraag 8 geldt dat ik weerstanden zie. En als je een weerstand ziet met kleurtjes erop, gekleurde banden erop, dan kun je aan die kleurtjes zien wat de waarde van de weerstand is. Nou, in dit geval zijn het steeds 4 strepen, 4 banden, 4 gekleurde banden. En het eerste wat je doet is zoeken naar eentje die goud of zilverkleurig is. In dit geval is dat steeds de laatste bij alle tweede vragen. Als de eerste is, heel makkelijk hoor. Deze is goudkleurig, dan betekent dat het vanaf de andere kant begint. Maar als deze goud was, dan begon ik vanaf die kant. Dat is het enige verschil. Nou, ik begin vanaf die kant en wat zie ik dan? Grijs als eerste, rood als tweede en er zijn er maar 3 en de derde is zwart. Als je die 3 kleurtjes onder elkaar hebt gezet, dan zet je er even een streep onder. Zo. Want ze hebben verschillende rol. De laatste werkt iets anders. En je zoekt in BINAS op in tabel 13. Ik krijg mijn BINAS hier. In tabel 13. Wat die kleurtjes betekenen. Nou, grijs is een 8. Rood is 2. En zwart is 0. Maar, ik zei al, die onder de streep die werkt anders. Het getal dat je krijgt, het cijfer dat je hier ziet in BINAS, dat is het aantal keer dat je hier een 0 moet schrijven. Dus in dit geval, zwart 0 nullen. Dus dan hoef ik niks te schrijven. Dus ik ben al klaar. Dat betekent dat voor vraag A is het antwoord 82. Oh. Nou, vraag B, hetzelfde. Goud staat aan deze kant, dus ik begin van de driekant. Alleen mijn kleurtjes zijn anders. Dus vraag B, doe maar even hier. Vraag B is het blauw, is de eerste. En dan zwart en dan oranje. Zwart en dan oranje. Streep eronder. Blauw is een 6. Hier 6, zwart is een 0. Hij staat nu niet onder de streep, dus dan is het gewoon een 0. 1-0. En oranje is een 3, maar die staat nu onder de streep. Dus 3 is het aantal nullen dat ik moet opschrijven. 1, 2, 3. Dus mijn antwoord op vraag B is 6-0-0-0-0. En zo werken die vragen op de toets.